stemming van. Ik ga vandaag uramaki maken. Dat betekent eigenlijk inside out. Dat is een rijst aan de buitenkant. Deze video is vervolgen van een andere film die we eerder hebben gemaakt over Hosomaki's. Als je die nog niet hebt gezien, dan moet je eerst die gaan kijken, want daarin heb ik heel veel uitgelegd hoe alles werkt. Ik ga vandaag 3 soorten maken. Dat is ook het meest simpele. Kun je ook makkelijk thuis maken. En dat eentje is California. Dat is eigenlijk een van de, ik denk niet een van de, gewoon de meest populaire sushi. California kun je gewoon maken met surimi. Maar ik ga ook eentje maken met zalm, want ik heb toch nog een stukje zalm over. En dan laat je ook zien hoe dat moet. En daarnaast ga ik natuurlijk ook nog eentje maken met garnalen. Ebi. Voor de California, het allerbelangrijkste is natuurlijk surimi. Dat is deze. En dan de masako, oranje masako. Nou, we gaan beginnen. Ik heb nu eerst de matcha niet nodig. Dus rijst pakken. Zo. Met deze gaan we gewoon helemaal vol bedekken met rijst. En die rijst moet eigenlijk ook dikker zijn. Want die is natuurlijk een grote rol. En draai je om. Kijk. Je kan mayo erin doen. Hoeft niet per se. Als je niet van mayo houdt, kun je gewoon weglaten. Maar ik ben al gewend om het zo te doen. Dus doe ik een klein lijntje mayo erop. Je kan zien dat ik eigenlijk niet helemaal tot de rand doe. Dat komt door dat je zo meteen, als je de rest oplegt en dan gaat rollen, want de mayo is natuurlijk vloeibaar. En dan gaat hij helemaal uitlekken. Anders wordt het helemaal, hier helemaal vol met mayo. En als hier is, een beetje uitlekken, dan misschien is het precies tot hier. Komkom hebben we nodig. Deze komkommer is dunner dan die komkommer die we gebruiken voor de hosomaki's. Want hosomaki's komkommer wil je echt alleen maar komkommer eten. Maar deze is komkommer de bijzaak. Dus bijzaak hoeft niet zoveel te zijn. En de avocado hoeft ook niet zoveel te zijn. Iets dunnere laag. Kijk. En nu 2 keer surimi. Als je van surimi houdt en wil veel meer erin doen, dan kun je ook nog eentje pakken en de helft bij iedere kant doen. Maar ik vind dat niet nodig. Nu dat je alle 3 hebt opgelegd, dan moet je eigenlijk precies dezelfde als hosomaki hoe je moet doen, maar zonder matje. Dan ga je gewoon de onderkant van die nori naar je opleggen en dan gewoon verder rollen met die. Sushi moet natuurlijk zometeen niet uit elkaar vallen. Daarom moet je proberen naar jezelf toe te trekken om binnen helemaal strak te trekken. Die gaat niet zo makkelijk kapot, dus gebruik maar een beetje kracht. En dan gewoon verder rollen en dan klaar. Kijk, nu ziet die nog niet zo mooi uit. Nu komt deze van pas. Dat is een matje met folie. Dan ga je opleggen. Ga je mooi drukken. Maar niet te hard. Beide kanten. Naar beneden drukken. Boven kan die gewoon mooi bol blijven. Uiteindelijk even tegenaan duwen. Dan blijft hier mooi vlak. En de andere kant precies hetzelfde. Gewoon naar beneden duwen. Zo. Wat vind je ervan? Kijk, onderkant is vlak. Dan blijft de sushi gewoon zitten. Gaat hij niet rollen als je in een bord doet. En de bovenkant mooi bol. En nu gaan we dus snijden. Met deze, omdat die heel groot is, 6 stuk is een beetje te groot in je mond, dus dan gaan we gewoon deze 8 stuk van snijden. Met 8 is het makkelijk natuurlijk, doormidden en dan weer doormidden en weer doormidden. Ik heb net een doormidden gedaan en nu nog een keer doormidden. En dan nog een keer. Zie je mijn vinger, deze vinger? Als ik snijd, wanneer ik het terugtrek, ga ik deze tegenaan houden. Kijk. Dan blijft de sushi gewoon op plek. Zie. En nu gaan we die in de masago doen. Als je lekker veel masago wil doen, dan moet je een paar keer extra rollen. Maar als je alleen maar van mooie kleur houdt, dan maar 1 keer rollen. Kijk. Waar zou ik die doen? Zal ik maar hier doen? Ja. Je kan ze
beter losmaken gewoon alvast in de masago. Want dan ga je je snijplank. Kijk, sommige mensen pakken die gewoon hier en dan pas losmaken. En dan moet je de snijplank nog helemaal schoonmaken. Vingers hier, beide kanten, gewoon vast te pakken. Precies hetzelfde. En dan die andere vinger gewoon hier tegen houden. Kijk, zo. Hier. Elke hoek heb je een vinger. Dan ga je niet meer verder bewegen. En dan leg je hem weer terug. Gaan we nu nog een keer maken met zalm. Zo, handeling precies hetzelfde. Klein beetje mayo. Komkommer. Stukje zalm. En dan precies hetzelfde, kijk. Klein beetje naar jezelf toe trekken en dan verder rollen. En dan matje pakken. En als je ziet, nadat je hebt gerold, nog hier van lijkt of dat een gaatje erin zit. Die kun je alsnog heel makkelijk nog een paar rijstkorreltjes erbij doen. En gewoon vullen. Een beetje bijvullen, hè. Dat is wel niet erg. Want je bent nog niet klaar met het eindresultaat, dus je kan nog alle kanten op. Door vier. Zo, tijdens snijden zie je dat ook al rijstkorreltjes soms door de mes meegesleept zijn. En dan gooi je een beetje terugduwen. Kijk wat je er bovenop doet. Je kan natuurlijk ook masago erop doen, maar die heb ik hier al. Dus ik ga nu gewoon alleen een beetje chilipoeder erop doen. Dan heb je eigenlijk pittige zalm sushi. Kijk. Die is minder mooi aan de andere kant. Dan ga je gewoon even omdraaien. En dan doe je erin. We gaan nu garnalen maken. Garnalen moeten we bakken. Ik ga in dit geval tempura maken. En wat je thuis kunt doen, dat is eventueel dat je nog gewoon bij groothandel of bij toko in de diepvries heb je een kant-en-klaar. Ze noemen het AB Fry. Dat is garnalen al van tevoren klaargemaakt. Nog niet gefrituurd dus. Met broodkruimel omgeven enzovoort. En die hoef je me te kopen en dan direct een frituur doen. En dan na 2 minuten, hangt af van hoe sterk jouw frituur is, 2, maximum 3 minuten. Dan kun je direct uithalen. Maar wij maken het zelf. Ik stop deze keer gewoon in tempura garnalen in. Ebi tempura noemen we dat. En dan kun je gewoon deze tempura meel gebruiken. En dan, als je dat wil, dan kun je ook gewoon precies doen hoe ik het doe. En hier staat gewoon goed, wat de verhouding van water met de meel is. Ik heb het al gemixt hier. Dan ga ik deze 2 garnalen meenemen naar de frituur. Kom even mee. De garnalen ga ik gewoon eerst in het droge tempura meel doen. En dan doe ik in die deeg, tempura deeg. Probeer iets meer uit te laten uitlekken. En dan in frituur doen. Deze garnalen die kun je ook kopen. En die noemen we Nobashi Ebi. Dat kun je ook bij toko, bij groothandel krijgen. En die gaat heel snel, want ik heb nu de temperatuur op 180 graden staan. 2 minuten is die al goed. Ik vind eigenlijk dit gewoon veel lekkerder. Daarom gebruiken wij in onze zaak altijd gewoon deze. Vers klaarmaken. Het is anders dan net diepvries die je uithaalt en direct ingooit. Die alle werk hebben gedaan. 2 minuten voorbij. Klaar. Ik heb hier keukenpapier gepakt. Dan doe ik gewoon op keukenpapier. Neem ik hem weer mee. Zo. Begin met de avocado. Mayo.
Als je een andere soort saus voor erin doet, mag natuurlijk ook. Want uiteindelijk maak je zelf alles wat je lekker vindt, mag erin stoppen. Je kan eventueel komkommer weglaten, niet zoals ik. In plaats daarvan surimi erbij doen, garnalen, alles. Echt, je kan zo oneindig veel variaties van maken. Ik laat je alleen maar zien wat normaal is. Uiteindelijk ga ik even afsnijden. Dan kan deze twee kan mooi tegen elkaar liggen. Kijk, en nu weer hetzelfde als die andere. Zo. Gewoon verder rollen. Klein beetje naar jezelf toe duwen. Dan blijft de sushi lekker strak. Kijk, nu kun je niet zo doen, want het ligt en staat. Dus de rijst die daar omheen doet, dan ga je gewoon toch wat netjes tegenaan duwen. En doe je natuurlijk ook bij de andere kant. En nu even checken van of ergens zwarte plek is. Dat zie je genoeg. Dan gaan wij die natuurlijk weer vullen. Weer delen door. Weer snijden in 8 stuks. En deze strooien we alleen geroosterde sesam op. Combinatie van gefrituurde garnalen en geroosterde sesam is echt goddelijk. Nu gaan we ze mooi op een bord doen. Tweede ronde van je kinderfeestje. Zo, ik zie je volgende keer weer. Dag.